het type projecten dat varieert van klein tot heel, heel erg groot. Zo hebben wij een paar jaar terug bijvoorbeeld de website gemaakt voor Team Deltaloid. Daar hebben wij in geloof 6 weken voor de start van de wedstrijd besloot Deltaloid om daar aan mee te gaan doen. En er stond nog helemaal niets. Dus er moest een site gebouwd worden. GPS-coördinaten die alle boten hadden, die hebben wij gehackt van de Volvo Ocean Race organisatie. Dat wisten ze niet. Hè? Dus wij hebben gewoon die applicatie die zij hadden, die hebben wij gehackt. De GPS-coördinaten kregen wij gecodeerd binnen. Dus zelf een beetje, ook met mijn eigen zeilkennis, dat ik weet hoe coördinaten in elkaar zitten, hebben dat boven water proberen te halen. En dat is dus gelukt. En waardoor wij dus in staat waren dat je op de site van Team Deltaloid letterlijk kon zien waar de boten vaarden op dat moment, hoe ze lagen in de wedstrijd ten opzichte van elkaar. En hoe het verhaal zich dus afspeelt. Toen we wel nagedacht, gaan wij dit Volvo Ocean Race organisatie, gaan we dat ze vertellen, dat we dat gehackt hebben. En daar waren we eigenlijk redelijk snel over eens van, dat gaan we gewoon lekker niet doen. En we gaan wel zien hoe dat valt. En achteraf gezien was de Volvo Ocean Race organisatie daar natuurlijk enthousiast over. En hebben nog gepoogd om daar een kopie van achter iets van te maken, om dat na te bouwen. Dat is niet meer op tijd gelukt. En als je dan vergelijkt en kijkt naar een team zoals de Ericsson, die met 2 boten meevaarden, die hadden een budget van 15 miljoen. Maar die waren dus niet in staat om een site te bouwen die gaver was qua techniek en qua mogelijkheden wat je daar kon, dan dat wij dat eventjes in 6-7 weken gedaan hebben.